Sportvrienden, met trots laat ik jullie Beetle zien, onze super Devin die het wederom flikte op de korte afstand van afgelopen zaterdag. Gejaagd door de wind, enorme hoge snelheden en er kwamen er vier tegelijk. Ze zaten hoog en voordat ze al beneden waren duurde het even, maar Beetle was gewoon wederom, nou ook met deze snelheid, de eerste bij ons op het hok. In de regio speelt ze de vijfde van bijna 3000 duiven en we hadden gewoon wederom een super resultaat. Bij Hans en Evert Jan Eierkamp, 30 duiven gezet, spelen we de 26 in de prijzen. Ook bij Lotte Eierkamp super. In de regio bij de eerste 10, drie kopduiven, waaronder dus onze getekende duif Beetle, maar ook wederom onze getekende duif op het hok van Lotte Eierkamp Callisto. Deze Devin is echt gewoon een topper. Speelt dit jaar al 3 keer in de eerste 10 van de hele afdeling. Tegen gemiddeld genomen 15.000 duiven. En dan nu wederom echt een kopprijs. Uit die vetblauwe jackpot. Die superduif van ons, die superkweker. Waarvan we intussen op de vliegploeg 4 kinderen hebben. En 4 met verschillende moeders. Deze is uit die vetblauwe jackpot met Uniek. Uniek, een dochter van het Hakvoortkoppel. Met het sneufje koopmanbloed erin, waarom die duiven ook verder kunnen. En ze is wederom super in conditie, Kees. Ja, prima. Kan niet beter. Kan niet beter. Ja. Echt de vetvlekken alweer op de pennen. Ze is zo compleet blank op het vlees. Super in de pluim alweer. En ja, dan gaat zaterdag weer wat worden op die midfront, Kees. Ik hoop het. Als je zulke duiven hebt, ja, dan is het 80% gaat vanzelf. Bijna wel. Een genot om eens een duif in het hok te hebben. Ik kan er weinig aan toevoegen. Henk heeft het heel goed verwoord allemaal. Maar ik ben blij dat we zo'n top ook ertussen hebben zitten. Jongens, wat een goud. En Kees, van harte proficiat, jongen. Ja, bedankt. Dat je het geweldig doet met de snelheid. Geweldig. Nou, op naar de volgende week, Kees. Ja, prima.